Goedemiddag. Kan iemand de deur dicht doen? Ja, kan iemand de deur dicht doen? Even allemaal deze kamer alsjeblieft. Kun je naar voren komen? Ja, ietsje. Ja, ietsje. Even buiten. Schipper op. Ik ben bang voor hoor. Even deze kamer alsjeblieft. Ja, alsjeblieft. Heel mooi. Deze kant alsjeblieft. Nou, dank voor de vraag. Het gaat goed. Af en toe een beetje duizelig en een beetje hoofdpijn, maar gaat het geleidelijk af en dat is wel belangrijk en ik moet een beetje rust houden. Maar ja, het is gebeurd, dus ja, mijn moeder gewoon nu een beetje per rust houden. Meisje? Helemaal goed. Amalia? Oké. Ik heb deze rechter. Even deze. Amalia, deze alsjeblieft. Amalia, gisteravond laat haar enkel gestuiken. Prima nog voor zichzelf zorgen. Het enige, ik weet hoe energiek mijn vrouw is, dus het is bijna moeilijker om haar tot rust te krijgen. Dat is mijn taak, denk ik. Zorgen dat ze inderdaad rustig houdt en dat ze aan zichzelf denkt en dat ze gewoon snel beter wordt. En slaagt u daar ook in? Zeker. Dames en heren, zowel de stallen als het paleis zullen enkele dagen open zijn tijdens de zomer. En we willen dat mensen ervan kunnen meegenieten. Natuurlijk kunnen ze via YouTube en allerlei andere digitale kanalen al delen van het paleis zien. En ook echt heel gespecialiseerd mooie zalen. Maar het zelf beleven een keer, ja, dat is toch een mooie gelegenheid. En aangezien er in de zomer iets minder gebruik van gemaakt wordt in de weekend, kunnen we het openstellen tijdens de weekend. Amalia? En wat heb je zat? Amalia? Zit er eentje over in deze kant? Of deze kant? Dames, even deze alsjeblieft. Rechtdoor. We beginnen even deze kant, dames. En dan mag je maar bij de... Helemaal goed. Super! Ja. Ja. Rondjes erbij. Zit! Ik moet zeggen, we zijn altijd trots op ze. Ze hebben school heel goed afgerond. En natuurlijk zijn ze niet natuurlijk goed, dan zijn ze door. En daar zijn we heel blij mee. Maar ook ze zijn door met heel veel plezier. Ze hebben heel veel geleerd. Ze hebben heel veel verschillende dingen gedaan. Heel veel ervaringen opgedaan. Ze groeien en ze groeien. Ik begrijp dat prinses Amalia ook Chinees bij gaat nemen volgend jaar. Ja, inderdaad, als B-les. Dat vindt ze ook interessant. Bijvak. Maar we zullen zien. Ja. Dus dat wordt, die kan het als bijvak op het zorgvisgymnasium doen. En ze heeft daarvoor gekozen. Dus ze heeft reis in China meegemaakt. En ze was toch daardoor gegrepen. Dus we zullen zien of het ook inderdaad blijft. Kan ik Marcia alsjeblieft? Your Majesty, I'm here. Amalia. We hebben echt ook weer zin om samen met de ouders deze keer op vakantie te gaan. En we gaan een hele mooie vakantie van maken. Hoe ziet de ideale vakantie uit met de kinderen? Ja, dat is een heel mooie vraag. Samen. Ja, dat is het belangrijkste. Ja, kijk, ik ga nog eentje. Goeie vakantie. Ja, oké.